Dit is Doorstart TV. We zijn er weer met onze tweede uitzending. Opnieuw een prachtige informatiebron voor u. En ook wij hebben het weer met veel plezier gemaakt. Kijk en blijf kijken. We zijn vandaag te gast bij het befaamde Kasteel Limbricht. En eigenaar Igor Stel heeft zelfs de burcht voor ons geopend. Dat betekent dat we op het hoogste punt van het kasteel zaten. Op een plek waar ooit tv gezet, een hele mooie voorganger is begonnen. Maar wij zijn er vandaag en hier is Igor Stel. Dankjewel. Ja Igor, het is televisie, dus je krijgt geen applaus, maar je bent al wat bekend gewend natuurlijk. Want je bent begonnen als ballonnenclown. Hè? Ja, dat is een feit. Inmiddels een jaar of 25 geleden ben ik ooit begonnen op communiefeestjes als goochelende ballonnenclown. Ja. En je kon lekker piano spelen erbij, dus je kon ook iedereen entertainen. Je had wat leuke muziek erbij. En zo ben je in het entertainment terechtgekomen. Maar de rest moet je eigenlijk vertellen. Ja, dat is goed Bert. Ik ben jaren 25 geleden als communiefeest op een, of als ballonnenclown op een communiefeest gekomen. En daar lag eigenlijk de basis voor Entertrain. Entertrain is een evenementenbureautje. Dat begon nogal met de verhuur van suikerspinmachine en springkussen erbij tot de organisatie van complete feesten. Toen dat een aantal jaren liep, ben ik samen met een toenmalige vendor bij de Grills begonnen in Sittard. Nou, die samenwerking was minder succesvol dan de Formule Grills, dus ook al ben ik die alleen gaan doorzetten. En toen hadden we uiteindelijk bij Grills in Sittard, in Nederweert, in Blerik moet ik zeggen. Ik zeg altijd Venlo, maar Blerik is het officieel. In de Maastricht, die heb ik op een goede dag in de markt gezet, allemaal verkocht. En daarna hebben we het kartcentrum van Jos Verstappen, de vader van Max, overgenomen. Daar zijn we all in echt begonnen. Van daaruit Val de Ludo, de buitenspeeltuin, toen het kasteel erbij. En je moet me even vertellen, hoe kwam je erbij om dit kasteel over te nemen? Ja, het was heel mooi, want eigenlijk zei iedereen, doe het niet. En dan word ik op een of andere manier getriggerd. Dan dacht ik, ja goed, als iedereen zegt, doe het niet, moeten we misschien toch maar eens kijken of het wel kan. En dat is natuurlijk een fantastische plek. Ik denk dat het een van de pareltjes van Sittard Geleen is. We hebben er meer, maar dit is er zeker weten één. Een plek die ik altijd heel erg interessant heb gevonden, die historie. En als je dat combineert met een stukje toegankelijkheid en flexibiliteit, dan denk ik dat je een hele mooie basis te pakken hebt. Maar je moest je vrouw nog overtuigen. Ja, dat was wel een ding. Hoe heb je dat gedaan? Nou, dat heb ik goed gedaan. We zijn met de fiets vertrokken, deze kant uit. En ik had al een tijdje had ik het oog wel op Kasteel Limbricht. Dus we zijn gaan fietsen, we kwamen hier op het terras terecht. Maar jij fietste heel veel? Ik ben niet zo'n enorme fietser. Net als jij denk ik, Bert. Maar dat is ook wel een invulling. Wij fietsen we allebei evenveel. Dus het was echt bijzonder dat jij ging fietsen. Dat was het bijzonder. Ja. Dus ze had eigenlijk argwanend moeten worden. Ja. Nou goed, we kwamen hier terecht. Er was weinig activiteit op het terras, om niet te zeggen niks. En we zaten een tijdje hier en op een gegeven moment toen keek ze om zich heen en zei ze, ja, toch zo ze hier gaat van kennen maken. Toen dacht ik, yes, we zijn er, dacht ik toen. Nou, en de maandag erop heb ik Marcel Jungbauer gebeld, de voorzitter van de stichting. We zijn in gesprek gekomen en niet lang daarna kregen we de sleutels. En nu heb je hier van alles, je kreeg niet alle sleutels, je kreeg niet de sleutel van de burcht. Nee. Dat was later. Ja, we zijn begonnen inderdaad met de voorhoeve, eerst de rechterkant, daar kwam de linkerkant bij en uiteindelijk hebben we ook de burcht erbij gekregen, klopt. Maar je hebt toch het bed en breakfast toegevoegd hier? Je hebt gezorgd dat er hier vergaderd kan worden, toch op een respectabele hoogte. Je hebt eigenlijk heel veel toegevoegd. Klopt. En hier gebeurt ook wel heel wat. In de coronatijd heb je hier continu activiteiten gehad, op afstand, maar toch plezierig, niet alleen voor jullie, maar ook voor degenen die hier kwamen. Klopt. En daarnaast heb je een enorme hoeveelheid maaltijden gemaakt voor allerlei bedrijven en instellingen en kerstpakketten gemaakt. Ja. Volgens mij heb je het nu minder druk dan toen. Nee, anders. We hebben het anders druk. We keken toen helemaal niet naar de urenintentie. Wat is zoiets van, nou, we zijn er toch allemaal. We moeten en willen en gaan ook iedereen betalen die bij ons werkt. Dus nou ja, dan kunnen we eigenlijk niet naar de commercialiteit kijken. Dan moet je gewoon doen wat je kunt. En dat resulteerde er inderdaad in dat we een aantal liefdadigheidsacties zijn begonnen. En toen kwamen we in contact met Zuiderland. Die vroegen ons het eerste jaar om de kerstpakketten te maken. Dat waren uiteindelijk bijna 2000. En het jaar erop hebben we voor Zuiderland een kleine 58.000 maaltijden gemaakt. Dus dat was een hele drukke periode. Ja. Ik zou niet willen zeggen dat het toen drukker was als nu, maar het was zeker allebei even druk, denk ik. En wat heb je de komende maanden voor activiteiten hier op in petto? Nou, we hebben een heel aantal mooie bruiloften gepland. Ik denk dat we een 60 bruiloften gepland hebben de komende periode. De B&B's die doen het altijd goed. En we hebben een aantal mooie, interessante bedrijfsfeesten opstaan. Maar wat ik denk dat het ook erg interessant is, dat we aan de overkant bezig zijn met het maken van een soort park. Ja.
landschappelijke elementen, een perenwei, een appelwei, een kersenwei, een fruitwei, een notenwei, waar mensen kunnen rouwen en trouwen. En ja, dat gaat eigenlijk het verhaal voor 2023 worden. En dat, wanneer gaat dat open? Nou, we zijn nu, as we speak, zijn we op dit moment zijn we aan het graven. We hebben een klein beetje last van de sneeuw, maar goed, dat is dan zo. En vervolgens gaan we eigenlijk aan de gang met de aanplant. Daar zullen we over een week of twee mee beginnen. En technisch gezien zijn we vanaf april zijn we een beetje klaar met aanplanten en met graafwerk. Maar dan moet het allemaal nog gaan groeien. Er komen een paar duizend bomen in, dus het heeft allemaal wel zijn tijd nodig om, om op level te komen. Maar het is wel uniek dat ooit is hier een gracht omheen gegraven. En dan ga jij gaat, de brug over en je gaat de andere kant ook erbij betrekken. Ja, ik denk heel vroeger aan de heren van Limburg, dat een uitgestrekt terrein, dat waren tientallen hectares. En het gebied zelf is 1,5 hectare van de stichting. We hebben nu zelf 5 hectare aan de overkant in eigendom gekregen. Hiernaast ligt de oude pastorie, die gaan we er ook bij betrekken. Daar komen een aantal bed and breakfasts in. En ons eigen kantoor komt daar gedeeltelijk in gehuisvest. Dus ja, we proberen eigenlijk een beetje de oude luister te herstellen. En ja, het moet wel weer het soort landgoed worden, vind ik, Bert. Ja. Nou, wij waren erg blij dat we hier vandaag te gast waren bij de opnames. En ook bij de opnames die je over 2 weken kunt zien. En we hopen dat we een keer terug mogen komen, maar privé komen we zeker terug. Hartstikke graag. Dankjewel. Dankjewel en succes met het mooie initiatief.